We hebben een preventiecampagne ontwikkeld met een website, maar ook bijvoorbeeld met t-shirts met een heel duidelijke boodschap, maar toch ook ludiek bedoeld eigenlijk, waarin dat wij jongeren willen bereiken, maar ook de minderjarigen. En we hebben als het ware een voetbalclub opgericht, FC Losers, waarmee we duidelijk willen maken dat de minderjarigen die wedden, en dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat die wedden, dat die in het verliezende kamp zitten. Net zoals de adolescenten en de twintigers en dertigers, die eigenlijk winnen en de controle verliezen. Die zitten in het verliezende kamp. U heeft een campagne, en u zegt een online campagne gelanceerd. Ja. Welke boodschap zouden jongeren de afgelopen dagen en weken het meest gehoord hebben? De reclameboodschappen van de gokkantoren of uw campagne? Ik vrees dat ze iets te veel de reclameboodschappen zullen gehoord hebben. Wij hadden graag de medewerking gekregen van de Rode Duivels ook, omdat we vinden dat zij ook een zeer grote voorbeeldfunctie hebben, doen dromen. Maar dat is niet gelukt. Maar dat is niet gelukt, omdat er blijkbaar een FIFA-reglement bestaat dat de Rode Duivels niet mogen meewerken aan een preventiecampagne van gokken.